Welkom, goedenavond. Welkom voor deze 15e week van de klassieken, waar deze avond in het kader van georganiseerd is. Dat is een landelijke manifestatie om de klassieke oudheid onder de aandacht te brengen in een breder publiek. Het is een initiatief van Adieke Onderwijs, Allard Pierson, Nederlands Klassiek Verbond, het Rijksmuseum voor Oudheden en Tresaur. En vanavond gaan we het specifiek hebben over propaganda, een mooie shift van thema's. Vorig jaar was het thema van de Week van de Klassieken juist de inclusieve oudheid. En vandaag gaan we eigenlijk meer in op de, zou je kunnen zeggen, de exclusieve oudheid. Namelijk juist hoe door middel van oudheid bepaalde groepen door propaganda zijn uitgesloten, zou je kunnen zeggen. Ik zal even kort zeggen wie ik ben. Ik ben Tamara van Kessel, coördinator van de Master Heritage and Memory Studies aan de UvA. Ik heb zelf specifieke interesse in hoe internationaal cultuurpolitiek functioneert in het interbellum. Dus ik heb ook veel met fascistische cultuurpolitiek te maken gehad. En ik ben vanavond de moderator voor deze discussie. We gaan het hebben over klassieke oudheid, propaganda in zowel het Derde Rijk, dus in de context van het nationaal-socialistische denken en helaas de spreker die het over het Italiaans fascisme zou hebben, Daniel Knecht, die moest afzeggen door omstandigheden. Hetzelfde geldt ook voor Almar Seinen die zou komen, die moest helaas ook afzeggen. Dus we zijn bijzonder dankbaar dat de drie mensen die overgebleven zijn er in ieder geval wel zijn. En dat jullie er allemaal zijn, ook heel belangrijk. En ook de mensen online. Ik zou allereerst de eerste spreker willen uitnodigen, professor Erik Moorman. Hij is emeritus hoogleraar klassieke archeologie aan de Radboud Universiteit. Voorheen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en aan het Nederlands Instituut in Rome. Hij heeft een bijzonder interesse in antieke gebouwen en in klassieke schilderkunst en beeldhouwkunst. En de doorwerking van de oudheid in het heden en door de eeuwen heen. Erik Moorman. Ik begin maar meteen met schrik niet, want ik houd nu twee korte voordrachten, omdat ik het zowel over Duitsland als over Italië zal hebben. Dus ik begin met mijn voordracht die ik had gepland. Even kijken of dat meteen goed komt. En dat is Berlijn. En dat is of ik focus het op Berlijn, het gaat natuurlijk over het Derde Rijk en de oudheid. We weten allemaal natuurlijk wel dat er in allerlei culturen wordt gemanipuleerd met andere culturen, historische culturen. We hoeven vandaag maar even iets naar het oosten te kijken en dan komen ineens tsaren voorbij fietsen die er heel lang niet waren. In het Derde Rijk is natuurlijk voor de meeste de verbinding met het lokale verleden, met het Germaanse erfgoed, het meest voor het hand liggende associatie met een oudheid. Maar die klassieke oudheid speelt wel degelijk ook een grote rol. En dat heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat in academia, maar ook in de museumwereld en in de cultuur, de Grieks-Romeinse wereld een onvoorstelbaar grote plaats innam. En heel veel belangstelling trok van zowel het geleerde publiek als van studenten als van het algemene publiek. En daar wordt ook aansluiting bij gezocht in de propaganda en in de cultuur van het Derde Rijk. De Spelen van 1936 in Berlijn, de Olympische Spelen, zijn daar een prachtig voorbeeld van. U ziet om te beginnen natuurlijk het monumentale stadion dat in de stijl en in de vorm van het Colosseum is gebouwd. Maar dat was inmiddels eigenlijk een algemene vorm geworden, omdat het zo'n succesvol gebouw was. Maar er werd, en dit over zeer modernistisch uitgevoerde werk, toch ook het idee van het imperiale, het monumentale verbonden dat men vooral in Rome kon vinden. Daarentegen was de Griekse wereld minstens zo belangrijk en die is vaak wat verborgener te zien. In de eerste plaats, als u daar eens een keer gaat kijken, dan kan ik u zeer aanbevelen, op een aantal van de stelae, zoals we de klassici dat noemen, die staande stenen die herinneringen vormen aan de verschillende onderdelen en aan de winnaars van Olympische Spelen vanaf 1896, inmiddels ook tot heden toe. Dus na de oorlog zijn er nieuwe bijgemaakt. Waaronder u een aantal naaktfiguren zult vinden. En dat doet ons wel denken aan antieke Olympische Spelen, maar natuurlijk niet aan Berlijn. Zult u dadelijk wat meer over zien. We kijken, wat komt er nu? Juist. Het uitgangspunt voor die Olympische Spelen in Berlijn en de
reden voor de Duitsers om te zeggen dat zij de ideale organisatoren waren, was het feit dat vanaf 1875 Duitse archeologen in Olympia hadden opgegraven. Natuurlijk de plaats waar de beroemde Olympische Spelen vandaan kwam. Ongeveer 18 jaar voordat de echte Olympische Spelen zullen worden gehouden, de eerste. De Coubertin gaat hier naartoe om inspiratie te vinden. En die Duitse archeologen hadden dat enorm goed uitgebaat, al meteen door een enorm omvangrijk project op te zetten. En daar toevallig ook geluk te hebben al meteen een icoon te vinden, want de beroemde Nike van Paionios die u links ziet, die is nog steeds de afbeelding op de gouden plakken en op de andere plakken van de Olympische Spelen. Dat is dus een soort logo gebleven van de Olympische Spelen sinds 1875. Dus een van de boegbeelden van Olympia. En die archeologen deden dat niet alleen in wetenschappelijke zin heel goed, dat moeten we gewoon zeggen, maar ook populair wetenschappelijk. En daardoor ontstaat al heel snel, dus in die late 19e eeuw, via schoolboeken, via algemene kranten, populaire publicaties, een grote belangstelling voor dat verleden van het oude Olympia. En dit zal zeker een van de drijfveren zijn geweest achter de inrichting van de Olympische Spelen. Een ander klassiek thema dat we terugzien in 36 is het gebruik, ook weer op traditie in Duitsland en in de antieke wereld gestoeld, namelijk het verheerlijken van het lichaam, van het menselijke lichaam, als een goed getraind lichaam dat kracht laat zien. Vooral denken we hierbij aan mannenfiguren, maar dat kunnen we ook zeer goed bij vrouwengestaltes doen. En ook daar speelt Duitsland al vroeg een rol met een van de eerste echte archeologen, als we het zo kunnen zeggen, Winkelmann, die het ideaal van de Grieken vooropstelt als het voorbeeld, het paradigma voor ons allemaal. En daarbij dus ook de uitbeelding van het menselijk lichaam en de vormgeving daarbij centraal stelt. Dat speelt in de loop van de 19e eeuw en ook in de 20e eeuw ook in de esthetiek een belangrijke rol, waarbij bovendien een lichaamscultuur in Duitsland zelf meespeelt. De beroemde Freikörperkultur, die zich uit in naaktsporten, naaktrecreatie vanaf de late 19e eeuw. En die zich ook in de uitbeelding van die naaktcultuur in publicaties, hè, zoals tijdschriften waar dit dan uitkomt, te vinden is. En die ook dan al snel geïdeologiseerd wordt, zou ik willen zeggen, in de jaren 10 en 20. Overigens, Berlijn zou in 1916 al de Olympische Spelen hebben zullen organiseren. Dat is natuurlijk niet zo'n goed jaar geweest. Die ideeën die gisten eigenlijk al langer in het land. En deze meneer Souren, die een aantal boeken over die körpercultuur heeft gepubliceerd, met zichzelf als model, dat is hij namelijk zelf daarin, en gebronst alsof het een bronzen beeld is, dat vind ik eigenlijk een heel interessant element, die zegt het in de zon gebruinde lichaam, dat is het perfecte lichaam. Dat de jeugd, dus die dat zo prachtig voorstelt, dat zijn eigenlijk onze voorbeelden. Dat oude boek uit 24 zal tientallen, honderden malen zelfs herdrukt worden. En nog een ander ook in de jaren 30. Hè, je tweede druk, maar ik geloof dat het eigenlijk een veel, veel meer drukken van waren. En geldt dus ook als zo'n voedingsbodem voor die lichaamscultuur die dan komt. En Hitler heeft daar kennis van gehad, ook bij het schrijven. Want dit is een citaat uit Mein Kampf. Bij het schrijven van Mein Kampf, waarin hij ook een aantal idealen voor zichzelf weerspiegelt. We weten dat, er zijn ook andere getuigenissen van, dat Hitler eigenlijk niet zo in Romeins geïnteresseerd was. Wel duidelijk in Griekse cultuur, misschien ook wel die oude academieopleiding van hem in de kunsten, dat daar nog een rol zit. En u ziet ook hier weer dat hij het heeft over de körperliche schönheid die gecombineerd moet zijn met het lichaam. Het is eigenlijk volgens het antieke idee van de mens sana in een in corpore sano. Wat in de loop van de eeuwen een eigen rol, losgezongen is van het oorspronkelijke idee. Dus dit speelde allemaal een rol. En die Griekse achtergrond die kwam dus ook terug dan in de moderne kunst van deze tijd. Zal u ook niet onbekend zijn, waarin
mannen en vrouwen dus ook vaak naakt worden uitgebeeld, waarbij overigens heel goed gelet wordt, ook door de censoren, dat dat niet te sensueel moest overkomen. Het zijn hele harde, hard weergegeven lichamen, die dus die musculatuur vooral laten uitkomen. Het moest niet te sexy zijn, om maar zo te zeggen, want dat zou maar verkeerde gedachten kunnen oproepen. En dat moest ook in de literatuur en in de foto's en alles daarbij naar voren komen. Die verbinding met dat Griekse is overigens wel aardig, dat als Hitler in 1938 in Rome is en hij dus uiteraard langs allerlei Romeinse monumenten wordt rondgereden, vooral getroffen is door Griekse kunst of door kopieën van Griekse kunst. En hij weet gedaan te krijgen dat hij een inmiddels beroemd beeld in Rome naar München kan laten komen. Hij betaalt er een paar miljoen goudmark voor, echt een enorm bedrag. Na de oorlog is dat keurig teruggebracht naar Rome. Dus u kunt het nu beeld in Rome zien, maar dit was voor hem eigenlijk toch een ideaal beeld. Dit is natuurlijk net na de Olympische Spelen, maar die discuswerper is wel het motief dat daar al een rol speelt. En die Spelen, die verder uiteraard een soort format hadden dat al zich in een aantal jaren had bewezen, kregen een aantal corollaria, een soort aantal aanvullende dingen die een quasi-antieke sfeer gaven. Berlijn vond zichzelf dé plek bij uitstek om die Spelen te organiseren, omdat namelijk in een van de verklaringsmodellen de Doriërs en daarmee eigenlijk alle Grieken afstammen van de Noordische rassen, waar wij vaak aan Ariërs denken in het noorden. Er zou dan sprake zijn van een migratie rond 1100.000. We denken vaak in de klassieke sfeer aan de Doriërs die in Griekenland kwamen. En eigenlijk zijn dus de Duitsers van tegenwoordig, van de jaren 30, zijn de directe opvolgers, enerzijds afstammelingen, maar ook opvolgers van dat oude Noordische rassen. En tegelijkertijd ook degene die hun broeders in Griekenland en hun zusters in Griekenland kunnen helpen om die idealen weer binnen te halen. En welke plek is daar dan beter voor? Dat is Berlijn. Berlijn, daar kun je deze cultuur dan helemaal evoceren. En dus die Spelen horen in Berlijn thuis zelfs zo. Ze hoopten het Olympisch Comité te kunnen overtuigen dat de Spelen ook in volgende jaren in Berlijn zouden kunnen worden gehouden. En zo lees je meteen in het voorwoord van het soort handboek dat daarbij is. In alle talen werd dat uitgegeven, maar dat is natuurlijk in de originele vorm. Dat ook hier, u ziet een verbinding met de oude gymnastische cultuur der alten Grieken. En dat dus dit een verbinding was. Er zijn ook allerlei invented traditions bij die Spelen. Degene die daarvoor verantwoordelijk waren, dat zijn eigenlijk vooral de twee linkerheren. Ik ga daar maar niet te lang op heen, maar Lewald Links was al betrokken bij de allereerste Spelen in 1896. Je ziet ook een oude heer in 1936, 1936. Diem was ook al een oudere heer, had ook meegedaan aan oude Spelen. En vooral, en dat was belangrijk, hij was een soort professor in de geschiedenis van de sport. En zeer nauw verbonden met onderzoek in Olympia. En had dus een enorme kennis van de archeologie van Olympia. Die derde meneer, dat is natuurlijk, u ziet wel een echte officier, die is erbij gehaald. Want die twee heren links waren niet helemaal zuiver van de draad in ogen van de nazi's, omdat ze beide, of in ieder geval minstens Diem, was getrouwd met een Joodse vrouw. En die zijn ook meteen in 36 daarna van het toneel verdwenen. Ze hebben het, u ziet het, gelukkig overleefd. Zijn na de oorlog weer in de Olympische comité's nog teruggekomen. En dat was dus toch wel mogelijk. Die Tjammer van Oost-Osten is dus eigenlijk de echte nazi-persoon om die heren als het ware in de gaten te houden. Dat grote gelende kunt u nog altijd bekijken in Berlijn met een theater, met een grote hal. Nou, ik ga daar nu maar niet op in. Met dus uiteraard vooral dat enorme stadion dat gebouwd is door de zoon van de man die het stadion van 1916 had gebouwd. Overigens die Werner Marsch in volledig de zakelijkheid van die tijd in feite zonder enig ornament. Het zou dus ook een bouwhausgebouw kunnen zijn geweest. Dat mocht dus kabijkelijk toch. Een van die invented traditions was de Olympische fakkel. Die is uitgevonden voor 1928 in Amsterdam. Daar heb ik zo ooit over gelezen dat de directeur van het gasbedrijf was zo trots op de gasuitsluitingen dat hij daar gewoon een vlam in het stadion, er zijn ook foto's van, heeft laten opflakkeren. Maar dat is daarna dus overgenomen. En nieuw is het lopen van Olympia naar hier. En dit zou je heel plechtig
Zouden Romeinen dat een translatio imperii noemen, namelijk het overbrengen van het imperium. De Duitsers zijn de nieuwe Grieken. Zij nemen van Olympia niet alleen die symbolische fakkel over, of het vuur, maar ook het echte vuur. En Berlijn wordt eigenlijk het nieuwe Athene. Dat is dus eigenlijk het nieuwe centrum. Dat komt dus met die theorieën die ik net noemde overeen. En interessant is, u kunt het nog steeds, dat prachtige bekken zien, dat gemodelleerd is naar bekkens uit Olympia, die ook in Berlijn te zien waren, waarvan er duizenden gevonden waren. Oude geschenken van de vroegste, uit een vroege periode van Olympia. Dus daar zit een heel duidelijke verbinding in. Wie dat dus bedacht was, bijvoorbeeld Diem, die dus dat wist dat die archeologische vondsten er waren, en die daar ook hulp bij had van een aantal archeologen, onder wie Rodenwald links, de hoofdhoogleraar zou je kunnen zeggen in Berlijn. Een zeer belangrijke figuur die nooit nazi is geworden. Die meer, je zou meer kunnen zeggen, zo'n nationaal Duitser. Wat dus heel vaak was een beetje een conservatieve figuur. Die wel een aantal dus goede elementen zag in die harde bevestiging van de maatschappij. Maar natuurlijk ook een aantal dingen daar niet van goed heeft gezien. Hij heeft wel een aantal publicaties dus verzorgd in het kader van die Spelen. En hij was de ghostwriter van minister Roest, Bernard Roest, de minister van Cultuur, voor de reden bij de opening van de Spelen, waarin voortdurend referenties naar die oudheid en vooral naar dat Olympia zijn gemaakt. Er waren natuurlijk heel veel geleerden verdwenen, de Joodse geleerden, maar ook anderen die daar niet in geloofden. Overigens waren er ook onder andere de directeur van het Duitse Archeologisch Instituut in Athene, Georg Caro, een Joodse man, die tot 36 het heeft volgehouden. En die ook eigenlijk helemaal niet tegen die nazi-cultuur was. En daar zijn ook in Italië hele interessante figuren voor aan te wijzen. Zoals Doro Levi, zijn collega van de Italiaanse school in Athene. Ook een Joodse man. Allebei hebben ze moeten vluchten. Ze hebben het overleefd. Maar die aanvankelijk dus in dat nieuwe krachtige bewind in hun beide landen heel veel zagen. Die middelste, Helmut Berve, heeft nog na de oorlog nog heel lang doorgewerkt. En dat is wel een kwestieuze figuur. Ik laat die alleen zien vanwege dat boek dat u recht ziet, dat vele herdrukken voor, in en na de oorlog heeft gehad. En waarin die theorie over die Nordische rassen ook gewoon nog na de oorlog is doorgedrukt. Of doorgedrukt worden dat die tekst is blijven staan en niet is teruggenomen. Dat is heel frappant dat dat dus ook voorkomt. Dus je kunt bij de een wat meer en bij de ander wat minder zeggen. Het zijn echt duidelijke, ook instrumenteel meewerkende personen geweest. Ik denk dat Berve daar een groot voorbeeld van is geweest, die ook duidelijk in propaganda meedeed. U moet zich bijvoorbeeld voorstellen dat de soldaten aan het front kregen boeken mee. En die werden in grote oplagen gedrukt. En Rodenwald schreef een boek over de Acropolis in Athene die we hier zagen. En Berve heeft een aantal boeken over die vroege Doriërs geschreven. Maar ook bijvoorbeeld over de Feniciërs als Semitisch ras. En dat was natuurlijk gericht toen Rommel in Noord-Afrika aan het vechten was. Dat zie je wel, wij hebben de goede zaak, want we zullen die Semieten eens even opruimen. De Führer had dan in 1936, dat was eigenlijk de lobby van Rodenwald en van een aantal andere archeologen, toegestemd in het hervatten van de opgraving in Olympia. En dat zou zelfs de Führergrabung worden die vanaf 1937 wordt uitgevoerd in Olympia tot 1942. De Duitsers komen in 1941, bezetten ze Griekenland op zeer hardhandige wijze, maar noemen dat zelf de bevrijding van hun broedervolk. En deze archeoloog Hans Schluif bijvoorbeeld is met zijn collega Walter Vrede van het Duitse Archeologisch Instituut in Athene instrumenteel geweest, niet alleen in de opgraving, maar helaas ook als leiders van de SS in Athene, zeer actief dus betrokken bijvoorbeeld bij razzia's op Joden. Dus dat is een zeer akelige zwarte bladzijde. Maar we zien dus inderdaad hier die klassici, archeologen, ik heb klassici eigenlijk niet zo noemen, maar archeologen, oud-historici en klassici, waren er vooral vaak op uit om hun hachje te redden, zou je kunnen zeggen, tegen die anenerven. Die waren bang dat die klassieken in de verdrukking raakten door die nieuwe theorieën en deden dus in dat opzicht graag mee om hun eigen vak in die nieuwe constellatie, in die nieuwe ideologie ook een plaats te verzorgen. Goed, dat is het eerste gedeelte. Misschien toch eventjes hier pauzeren of vragen of
Als iemand hier wat over wil opmerken of een vraag heeft. Ja, ik zie daar een hand. Oh, wacht, u krijgt een ijskoffer voor de mond. Dan is het beter te verstaan. Even kijken, dan had ik hier water. Goeiedag, mijn naam is Arnoud de Gorter. Ik heb meer een opmerking. Het Derde Rijk was eigenlijk gericht tegen het Romeinse Rijk. Dat kwam eigenlijk omdat een van de grondleggers van het Derde Rijk, Guido van List, ik weet niet of je die kent, hij zag meer in de Wotan, de goden die voor de christelijke bekering was door het Romeinse Rijk. Dus ook zijn boek, Het Geheim van de Runen, daar zie je geen enkel symbool vanuit Rome of Olympia. Het gaat echt om de Arische mens. En u heeft dat hakenkruis laten zien. En de betekenis die hij eraan gaf, is dat het staat voor de strijd van de Arische mens. De strijd voor de overwinning van de Arische mens. Dus dat is wel belangrijk als u zo'n foto laat zien waar dat eigenlijk voor staat. Ik zei dat net al even, dat er dus, je had dus die grote Germanen of Arische groep, daar is dit een zeer goed voorbeeld van. Daar hoorde ook Rosenberg bij, de belangrijke ideoloog. En daarom wil ik zeggen, er was dus die groep klassici, archeologen, die wilden die Griekse niche ook bewaren. Die Romeinen inderdaad, dat is, die maken ja. Nauwelijks een, spelen nauwelijks een rol, maar wel die Grieken. Ja, die Grieken wel, maar ze waren natuurlijk voornamelijk geïnteresseerd in de Arische. Dat is waarschijnlijk een onderdeel ervan. Dank u. Ja, nee, dat vult zeker aan. Dank u. Ja, oké. Dank u wel. Nou, er zullen dadelijk wel een aantal dingen nog terugkomen. Dus dan neem ik de moed ook nog maar het klein tweede gedeelte op mij te nemen. En wel over Italië. U hebt gehoord dat ik een tijd in Rome gewoond heb. Maar mede daardoor is ook die belangstelling voor dat verleden ook zo groot. Omdat het natuurlijk in Rome is heel anders dan in de meeste Duitse steden. Dat je de resten van dat oude verleden, van dat, in de vorm van architectuur, maar ook vaak, dat zullen we zien, van teksten, heel goed kunt terugzien. Hier beginnen we natuurlijk even dat ze de termen, dat zal u niet onbekend zijn, dat de fasces het voorbeeld zijn, het wapen, het symbolische wapen van de lictoren, de bewakers van de hoogste de functionarissen, van de consul en tot aan de ediel en later ook van de keizers. En die fascistische groet, die had ik trouwens ook bij kunnen laten zien. De Olympische groet ziet er hetzelfde uit, de oude, maar die hebben ze daarna maar afgeschaft, is ook zo. Alleen iets lager dan de hand echt omhoog. Dus op oude foto's van 1936 kunt u dat bijvoorbeeld, of op de file van Leni Riefenstahl ook zien. Dus dat zijn ook een soort invented traditions die natuurlijk dan een rol spelen. Er was in Rome al vanaf de eenwording van Italië en vooral vanaf de stichting van, of de instelling van Rome van 1870 als hoofdstad van Italië een duidelijke behoefte aan een verbinding, aan een worteling, zou je kunnen zeggen, een verankering in dat antieke verleden. En hier gaan de Romeinen natuurlijk helemaal een rol spelen. Dus al vanaf 1870, in die zin is Mussolini niet nieuw, is de benadrukking van het verleden door bijvoorbeeld grote opgraving op het Forum Romanum in volle gang geweest. En heeft dus al de bodem gelegd voor Roma Capitale, ook in de zin van Rome is de hoofdstad, omdat het in de oudheid al zo belangrijk was en dus nu weer opnieuw dat moet zijn. En Mussolini wil dat ook laten zien door wat dan heel mooi heet de sventramento, de leegmaking van de buik, ventre zit daarin, door het enorme project om latere lelijke gebouwen, zoals dat dan heette, te verwijderen. Hier speelt bij dit stukje natuurlijk een belangrijke rol dat er een grote triomfweg moest worden aangelegd van het monument van Victor Emmanuel, dat rond 1900 gebouwd was, bij de eerste grote jubileum van Rome, in de richting van het Colosseum, met de bedoeling ook verder naar het zuiden en naar het westen, naar de zee te gaan. En daarvoor is natuurlijk enorm veel verwoest gegaan. Maar de bedoeling was dus een combinatie daar te krijgen, een soort dialoog tussen het verleden in de vorm van beperkt zichtbare opgravingen links en rechts van de weg en natuurlijk de moderniteit, de opvolging van dat verleden. Ik laat maar een paar elementen daarvan zien. Een andere belangrijke verankering was dat Mussolini zich graag
plaatste in het verleden, in natuurlijk van grote mannen, zoals dat vaak bij die dictatoren gebeurde, Scipio, Caesar, ook Augustus, heel nadrukkelijk. Bijvoorbeeld niet Constantijn, die in dezelfde tijd gevierd is, een heel interessant gegeven, dat zou ook gekund hebben. En een van de beroemdste elementen, dan kom ik ook nu op natuurlijk de dialoog met de oudheidkundigen, is deze grote tentoonstelling die een jaar heeft gestaan, die gemaakt is door alle vooraanstaande archeologen die er toen in Italië waren. Het is ook een wetenschappelijk zeer interessant project geweest. De bedoeling was om in de vorm van modellen kopieën en afgietsels, objecten van objecten en gebouwen, een soort panorama te geven van het Romeinse Rijk, zoals dat in de hoogtijdagen van de keizer Augustus, en ook trouwens nog daarna, zich had gemanifesteerd. Augustus, die we hier in twee hoedanigheden zien, als veldheer en als priester. Dat was een van de grote voorbeelden voor Mussolini. En die tentoonstelling, dus een gigantische impact. Mensen werden met treinen goedkoop aangevoerd uit Italië om daar te gaan kijken. Er zijn miljoenen mensen geweest. Moest dus dat beeld bevestigen van hoe het moderne Rome berustte op het antieke Rome. U ziet op de gevel van het Palazzo delle Esposizioni, dat daar net voor gebouwd is, ook door Doeks staan, dat is natuurlijk nu niet meer te zien, een aantal teksten die daar naar verwijzen. U kunt op YouTube ook filmpjes vinden van het Istituto Luce, een soort polygoonjournaal van die tijd, waarop u de opening ziet met bewegende beelden van de Duce. Dat ontbuiken, dat sventramento van Rome, manifesteerde zich misschien ook heel interessant dat specifieke monumenten uit het verleden werden vrijgelegd. En daar is het mausoleum van Augustus in het noorden van Rome een belangrijk voorbeeld van. Dat was een concertzaal geweest, had dienst gedaan als een circus, dat was van alles en nog wat geweest. En dat werd ontdaan in rond 1930, 35, dus net ter voorbereiding van die grote tentoonstelling, van alles wat aan latere aanbouw is. Nou, moderne archeologen zitten met het erfgoedmensen zitten natuurlijk met het probleem dat deze ruïne ook niks is. Zo heeft het er nooit uitgezien. Dat is ook nog een interessant aspect. Zo heeft het er nooit uitgezien. Het heeft er ook niet uitgezien. Zo in de tijd zoals voor Mussolini was. Wat hij niet alleen doet is het vrijleggen ervan. Maar ook, u ziet daar omheen, allemaal nieuwe gebouwen. Hier op de voorgrond het gebouw van de Areopagus. Vervangen inmiddels door weer een nieuwbouw. En daarachter die witte gebouwen aan de zijkant. Allemaal gebouwen van grote sociale instellingen van de era fascista, die trouwens vaak nog vergelijkbare instanties beherbergen. Ik wijs daarop één interessant element, dat is een grote inscriptie die heel lang weggesmeerd is. U ziet op die oude dia op de vierde regel Musso staan, daar hebben ze de rest, daar is het smeersel eruit gevallen, maar die tekst was er natuurlijk wel, we zullen maar niet helemaal lezen, maar in prachtig Latijn wordt hier gezegd dat Mussolini op de plaats waar de ziel van Augustus rond dat mausoleum zweeft. Vooral, het gaat erom de van enge ruimtes. Er moeten nieuwe dingen komen. Passend, dat ziet u onder. Bij de zeden, bij de moderne zeden. Het moet schoon en hygiënisch zijn. Hygiënisch in dit geval stedenbouwkundig hygiënisch zijn. Die mooie tekst is inmiddels trouwens weer schoon. En dat is interessant, die Latijnse teksten die door grote Latinisten van die tijd zijn vervaardigd, een uitstekend Latijn, zijn op het ogenblik overigens weer onderwerp van onderzoek van een onderzoeksgroep onder leiding van Bettina Reitz-Joosen in Groningen, die daar heel veel interessante nieuwe gegevens over heeft. Ik zei al even dat Hitler in Rome kwam, moest er allemaal Romeinse dingen gaan bekijken, is daar een beetje verveeld bij. Naar. Waarschijnlijk wordt hij rondgeleid door de meneer in het zwart, die was meer zijns ondanks de rondleider. Dat is een van de grote Italiaanse geesten van de 20e eeuw, zou ik zelfs in de grootste zin willen zeggen. In ieder geval archeologen, Ranuccio Bianchi Bandinelli. Die omdat hij Duits sprak, hij kende overigens ook Nederlands. Hij was in Groningen hoogleraar geweest. Dat deze man zo goed Duits kan dat hij kende en kon, dat hij dus maar Hitler moest rondleiden in zijn moerstaal. Bianchi Bandinelli was met een Duitse vrouw getrouwd. Maar nogmaals, hij kende die talen goed. U ziet hem hier bij een relief van de Areopagus, dat monument dat kort daarna dus zou worden geopend in een eigen gebouw. En u ziet het
oude linksboven en rechts het moderne van Richard Meyer. Die Arapakis had daar nooit gestaan, maar al die augusteïsche elementen werden hier bij elkaar gebracht als groot monument ter ere, eigenlijk ook van de Doetje, zou je kunnen zeggen. En die archeologen die hadden dus daarvoor allemaal nieuwe, heel veel gegevens verzameld. Ook daarbij zou je kunnen zeggen, zijn het nou echte fascistische archeologen? Voor een deel is dat zeker het geval. Maar er zijn er ook bij die gewoon als jonge onderzoekers daar brood konden verdienen. Dat was veel geld. En een aantal mensen die na de oorlog belangrijk zijn geworden, zoals Massimo Palottino, Floriana Squarciapino. Ik heb er een aantal ook nog persoonlijk gekend, toch, die tot ver in de jaren 90 doorgingen, die als twintigers, als jonge studenten of net afgestudeerde meededen, ja, wat kun je ze, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, wat kun je ze doen. Die hebben allemaal monumenten bestudeerd voor de Doetje, voor die grote tentoonstelling. Er was zeker een agenda, dat was dat Romeins belangrijker was dan Grieks, en dat sluit wel mooi aan bij de opmerkingen die straks zijn gemaakt voor Hitler-Duitsland, ik denk dat het andersom zijn, en dat weet ik ook van onderzoek van Nathalie de Haan, die heeft uitgevonden dat voor Zuid-Italië bijvoorbeeld die nadruk op de Griekse kolonies niet al te zeer naar boven mocht komen. Maar bijvoorbeeld iemand als Ettore Pais, een belangrijke studie over Sicilië, dat die boeken eigenlijk over Romeins Sicilië gingen, vanaf de verovering van Rome. En alles wat daarvoor was, was alleen maar voorspiel voor die tijd. Dus dat soort verdringingen, verdraaiingen vind je wel. En die blijven ook vaak tot in de jaren 60 nog wel gehandhaafd in handboeken. Waar we die natuurlijk die ideologie ook in terugvinden, daar zult u misschien niet zo gauw aan denken, is het gebruik van bouwmaterialen waarbij men ideologisch bewust aansluit bij dat Romeinse verleden. Het Romeinse bouwen met baksteen, met travertijn, ook bouwvormen natuurlijk. Hier, het zou bijna de vuurtoren van Alexandrië kunnen zijn, of de vuurtoren van Ostia die men van een afbeelding kende. Maar ook deze vormen natuurlijk. En hier weer opnieuw grote teksten die nog steeds gelukkig te zien zijn, die ontworpen zijn door belangrijke literati uit die tijd. Links bij het Colosseo Quadrato is het een tekst van Mussolini zelf. Maar u ziet ook weer de Sapienza, het hoofdgebouw. Daar staat ook een heel grote tekst op die verwijst naar de nieuwe moderne tijd. En ik eindig met dit monument dat u misschien ook kent in het noordelijke kant van Rome bij het Olympisch dorp. Rome zou de Olympische Spelen voor 40 hebben gekregen, zijn natuurlijk niet doorgegaan. Er was al een groot sportcomplex in aanleg, dat is dat hele die rode gebouwen met een zwemhal erin en allerlei andere delen. En daarvoor een enorme obelisk die er nog steeds staat met doeks erop en ook de mozaïeken. En dat is heel interessant, die Bettina Reitz-Joosen heeft in een archief gevonden de tekst die ingemetseld, men wist dat hier een tekst ingemetseld was, die kon je natuurlijk, dat ding ga je niet openbreken, in een urn. En ze heeft waarschijnlijk het originele tekst teruggevonden en die is ook gepubliceerd, waarin dus het moderne Rome wordt vastgehouden. Dus we kunnen ook hier op deze manier, eigenlijk in Rome meer dan denk ik in Duitsland, tenzij we dan zeggen Berlijn en Nuremberg, eigenlijk hier nog de grote bouwwerken ook zien die daarbij horen. Goed, ik dank u voor uw aandacht. En als je nog even daar blijft. Ja, je kan blijven staan, want ik had zelf nog even wat vragen om die twee zeer eloquente verhalen aan elkaar te verbinden. Even een vraag, is nu Duitsland behandeld, Italië, in allebei de gevallen relatief jonge naties. Ja. Je noemde ook al het begrip invented tradition. En Hobsbawm heeft daarvan gezegd van juist bijvoorbeeld in Duitsland, waar heel veel verdeeldheid was, religieus gezien, maar ook qua culturele achtergrond, was er ook een zoektocht naar het symbolen die verschillen konden overstijgen. Zou je kunnen zeggen dat daar een zekere parallelie is, hè, van Italië ook een relatief jonge natie, enorm verdeeld, verschillende culturen, net als in het Pruisische koningshuis dat in Duitsland de voortouw heeft genomen. Eenwording. Dus je kon het koningshuis niet per se als nationaal symbool gebruiken, want dat is wel gebeurd, maar dat lag problematischer. In Italië ook, hè, de Savoyers hebben in die eenwording de voortouw getrokken. Is het dan dat die oudheid een soort van neutrale taal of een neutrale beeldtaal is die over die provinciale verschillen heen stijgt? Die een soort van universele beeldtaal biedt om die twee relatief jonge naties
Dus we zijn gewoon zo geneigd om het in die fascistische ideologie te framen. Maar dat fascisme is nog heel erg, en ook in het nationaalsocialisme, ja, is nog heel erg in het verlengde van dat nationalisme. Ja. Als je het Romanita neemt, dus het Romeinse karakter van wat dan Mussolini preekt, dat is iets wat juist al bij Garibaldi voorkomt. Dat is dus al midden 19e eeuw wordt dat al gepreekt. Het idee, we moeten samen één staat worden, met als format als het ware het Romeinse Rijk. Dus inderdaad, dat is een mid-19e eeuwse iets. De verovering van kolonies zoals Libië aan het begin van de 20e eeuw is een volgende stap, namelijk het terughalen. Nou, we horen vandaag ook zo'n dingen in het oosten. Het terughalen van oude Romeinse gebieden in ons Rijk. Hè. Dus daar is Libië een berucht voorbeeld, dat is al 1911 namelijk. Ook daar wordt die Romanita benadrukt. Dus in die zin is er in Italië, gaat dat zo door. In die Duitsland denk ik dat, zeker voor die oudheid, het interessant is dat dan het Humboldt-gymnasium, het bildungsideaal, een belangrijke rol speelt. Dat is weliswaar in Pruisen natuurlijk begonnen, rond 1815. Maar dat die gymnasiumvorm en de gymnasiale reform, die wordt vanaf 1870, meen ik, volledig in heel Duitsland op dezelfde manier opgezet. Terwijl op zich die Länder, zoals ze nu nog steeds zo is, een autonomie hebben in allerlei onderwijsdingen. En daar komt bij dat dan Hitler die gymnasiaal bildung belangrijk vindt, maar daar wel persoonlijk al, dus niet alleen door een andere minister, maar persoonlijk ook al een kanttekening bij zet dat het een te intellectualistische benadering is en dat dus de leerlingen en later ook de studenten op de universiteiten ook veel meer, en dan kom je weer terug op wat we net hebben gezien, aan fysiek onderwijs moeten doen. En dan wordt dus op dezelfde manier een soort Duits nationale saus eroverheen gegooid van de Turnvater Jaan en wat daarop gevolgd is. Dus het is inderdaad, je kunt daar wel twee van die soort paraplu's overheen leggen, denk ik, overheen zetten. Ja. Dan heb ik nog een andere vraag die ook in die vergelijkende benadering zit. In de context van het fascisme zijn er verschillende interpretaties van die Romanita geweest. Camfora heeft in eerste instantie het gezien als een verlangen naar het tegenhouden van de moderniteit. Hè, dat keren naar die oudheid als kritiek ook op de massademocratie. Terwijl Gentile, die is veel meer geneigd om het te zien als een beweging naar moderniteit. Dus die oudheid wordt omarmd als een soort van mandaat om ook naar de toekomst toe te kijken. Wij zijn de erfgenamen van die oudheid, maar met de bedoeling om hiermee ook juist naar de toekomst toe te kijken. En iemand als Joshua Arthurs, die gaat er ook op door. Hè, die heeft een boek uitgegeven, Excavating Modernities. En daar, als dit ook bijvoorbeeld over die, je liet die mooi die sventramento zien en die Via dei Fori Imperiali. Hij zegt, ja, dat zijn snelwegen, of tenminste in die tijd. Het zijn wegen waar auto's doorheen moeten razen, langs die oudheid, maar naar de toekomst toe. Ja, ik vind dat een heel goed idee, want je kunt het ook nog met futurisme van Marinetti aansluiten. Ja. Dat leek alleen maar op de techniek te wijzen, maar Maar hoe zit dat dan in Duitsland? Want in Italië zou je dus kunnen beargumenteren dat teruggrijpen naar de oudheid juist een continuïteit tussen verleden, heden en toekomst moet benadrukken. Hoe zit dat in die Duitsland? In Duitsland werd dat als een rem gezien. En dat was dus ook dat Hitler zei, het is belangrijk deze bildung, maar het moet wat minder. Ja. Er moet meer, ook meer moderniteit in komen. En daar had natuurlijk hij ook dan weer het spel mee van de Arische ideologen, die dus zeiden, we moeten ook weer het lokale element erbij halen. Dus daar ligt dat inderdaad toch net iets anders, denk ik. Ja, dat geloof ik wel, ja. Zijn er nog vragen in de zaal voordat we naar het volgende element doorgaan? Oh. Helemaal achter ook, geloof ik. Alicia. Nou, ik denk dat voor Duitsland en voor Hitler geldt dat hij vooral een emperor werd. Dus hij had zijn eigen cult eigenlijk, de Ariosofie, wat we net al zagen, met zijn eigen symboliek, rituelen en alles. Ja. Dus dat was meer Romeinse keizer, zou ik zeggen. Ja. Okay. Met zijn eigen cult, cultus, persoonlijkheidscultus, was ook een onderdeel van. Ja. En totalitaire staat enzovoort. Ja. Helemaal achteraan, geloof ik nog. Oh, en hier. Of de achter nog iemand anders hiervoor. Nee. Nee. Hiervoor nog.
Oh, zo kan het ook, ja. Er is natuurlijk ook een ander verschil tussen Duitsland en Italië als het gaat om de banden met de oudheid. Namelijk, Duitsland heeft geen last van dat pausdom, van die grote paus daar in Rome en het hele Vaticaan en de hele structuur daaromheen. En ik vermoed dat dat toch ook een belangrijk heel mooie verschil roken, is. Ja. Met betrekking tot de relatie en de modellen en het inderdaad werken met al dan niet... Ja, dat die kerkelijke status... Enzovoort. Ja. Ja. Maar goed, dit... Ja. Het is weer een heel ander onderwerp, daar kunnen we een hele middag over praten. Goeie, mooie suggestie. Ja, dank. Ik wou graag nu Mirjam Hoiting uitnodigen om aan te schuiven. Mirjam Hoiting is aan de UvA ook coördinator, maar dan van de Master Museum Studies. Ze heeft zelf archeologie gestudeerd. Ze is gepromoveerd ook in de cultuurgeschiedenis van de archeologie, zou je kunnen zeggen. Haar specialisme is juist hoe die... archeologie ook een cultuurhistorisch fenomeen is en de omgang met de oudheid als cultuurhistorisch fenomeen. Onder andere is dat terug te zien in haar publicatie Exhibiting the Past, Caspar Leuvens and the Museums of Antiquities in Europe, 1800 to 1840. En bij uitstek de persoon die ons kan gaan vertellen ook straks hoe het zit met de oudheid in de museale context. Maar zij gaat nu even nog iets toevoegen aan het verhaal van Erik Moorman. Maar ik zeg ook iets. Want het roept ook allerlei vragen op, beste allen hier aanwezig. Fijn dat u in zo'n grote getalen er bent. Wat mij altijd zo enorm fascineert is namelijk ook de lange nagalm van propaganda. En waar we naar kijken in de voorbeelden die Erik Moorman zo prachtig uiteenzet. Hitler-Duitsland, het effect daarvan ook op Mussolini... Dat geeft, en dat vind ik ook heel mooi, juist doordat je de archeologen benoemt en de historici die daarbij zitten, dat je dat duidelijk wordt dat het misschien weliswaar allemaal geen heel vooropgezet plan is geweest, maar wel gaandeweg vorm kreeg in kringen van met duidelijke intellectuele zwaartekracht. Die daarin dus adviseerden en die politiek vorm gaven. Dat is niet nieuw. En het grappige is dat u zich waarschijnlijk, of misschien niet eens bewust bent van de lange adem die eerdere voorbeelden van zulke propaganda hebben gehad. En daarom neem ik u even mee naar een periode tussen 1790 en 1800. Franse Revolutie. Heeft enorme impact op Europa, vanzelfsprekend. En in dat pauselijke Rome, nota bene door burgers die binnen het Vaticaan werkzaam zijn in bibliotheek en museum, die zijn toch wel heel erg geïnteresseerd in die revolutionaire ideeën. En uitgerekend daar ontstaat dus in de oksel van die pauselijke macht, ontstaat een revolutionaire oppositie, die er ook toe leidt dat de pauselijke collecties van oudheden voor een belangrijk groot deel ook van Rome naar Parijs zijn getransporteerd. En naar wat voor plaatjes kijken we hier nou eigenlijk? Linksboven ziet u nog de Laocoon. U kent dit beeld. Hè? Ik zie allemaal mensen die toch wel bevestigend naar mij kijken. De Laocoon die staat hier in het Museo Pio Clementino. Dat is dus een van de musea binnen het Vaticaan. Nog prachtig opgesteld volgens de klassicistische methode. Wordt vervolgens door de conservator van het Vaticaan, Ennio Quirino Visconti, een van die revolutionair aangehaagden, op transport gezet naar Parijs. Nou, kijk maar eens even rechtsboven. Dat is pure propaganda, want Parijs maakt zich op voor de komst van al die oorlogsbuit. Heeft daar 4 dagen feest. Nodigt de grootste componisten van het land en de fanfares en de orkesten en de zangers uit om dat luister bij te zetten. Dus wat we hier niet zien is het enorme lawaai wat daarbij gepaard gaat. En die massa's mensen. Om vervolgens rechtsonder, dat is het persmoment van Napoleon, als hij de nieuw geopende zaal in het Louvre, dat heet dan even Musée Napoleon, opent met prachtige fakkels, licht
En daar zien we dan die Laocoon staan. Laocoon, een beeld, Griekse oorsprong, maar veel belangrijker. Een beeld wat de priester van Troje verbeeldt. Die weerstand bood tegen de Grieken. Die het uiteindelijk moet afleggen. Maar wat ook heel erg parallel is aan het verhaal van Aeneas. Die vlucht en uiteindelijk een nieuw Rome bouwt. Waardoor dit beeld eigenlijk ook symbool wordt van hoe het Trojaanse geschiedenis meewerkt aan de mythe en de totstandkoming van Rome. Napoleon wil niets anders dan dat Rome naar Parijs transformeren. Nou, dat heeft een hele lange nagalm. Want u kent die beelden wel. De Apollo Belvedere die door Winkelman zo geroemd werd en die Erik Moorman net ook noemde, is zo'n beeld waarvan we eigenlijk als kunsthistorici, archeologen onderling nog wel geneigd zijn te denken dat we het allemaal kennen vanwege die geweldige Winkelman die erover schreef. Maar vermoedelijk kennen we het allemaal nog veel beter doordat toen het geëxposeerd werd in Parijs, en later zijn die spullen allemaal weer teruggegaan, bijna allemaal weer teruggegaan naar Rome. Maar toen het in Parijs stond, hebben we een enorm programma van distributie van pleisterbeelden die naar heel Europa, waardoor iedere burger tekenles kreeg en die beelden weer ging natekenen. He, dus dat heeft uiteindelijk die impact is aan propaganda te danken. Misschien veel meer nog dan aan die prachtige kunsthistorische beschrijvingen. Nou, Erik liet net ook al zien, die geweldige impact van die tentoonstelling. Er zijn er twee geweest, hè? Jij noemde net die tweede. Die is vooraf gegaan vanwege ook, en het was een enorm succes die eerste. Het was ook wel een verplicht nummertje voor heel veel schoolkinderen. Maar er zijn miljoenen Italianen moesten daar naartoe. Daar werd dus dat klassicistische Palazzo dell'Esposizione aan de Via Nazionale, werd daarvoor ingepakt. We zien ook nog dat de sponsor was Campari Soda. Hè? Dus die was in het kielzog van Mussolini, die deed mee. En dat werd dus ingepakt, bijna zoals Christo later deed met gebouwen. En dan zie je dus dat enorme, ja, moderne, maar ook zwarte gebouw waarin die tentoonstelling plaats had. En dan even over die lange adem hiervan. En dan komt de lange adem van Napoleon toch ook weer terug. Kijk eventjes naar de manier waarop Augustus is hier gefotografeerd. Ook heel erg modern in de jaren 30. Bijna als een mens van op dat moment, eigen tijdse figuur. Het 2000ste sterfjaar werd gevierd, een aantal jaar geleden. En er werd een prachtige tentoonstelling gemaakt. En ik was heel erg benieuwd. Ik dacht, ik ga naar Rome en nu gaan ze er vast eindelijk iets over vertellen. Want dat hele verhaal van Mussolini, een van de zoveel slechte heersers over Rome, viel lastig vol te houden, aangezien toch in het hele denken over geschiedenis en herinnering het narratief van de vernietiging van de Joden en de Italiaanse collaboratie daaraan, hoe groot deze dan ook was, was inmiddels een heel gevoelig thema, nadat het heel lang verzwegen was, in Italië. Nou, en wat gebeurt er dan in zo'n tentoonstelling? Eigenlijk helemaal niets. Twee hele subtiele dingen. Ze maken een poster en in dat poster zie je een directe verwijzing naar de jaren 30. Daardoor dacht ik aan dat poster te zien van daar gaan ze het dus ook over hebben. Helemaal niet, behalve bij de garderobe. Daar was een heel klein bordje en daar stond heel kort beschreven dat Mussolini zich Augustus had toegeëigend. Het was ook heel gemakkelijk te missen. Het was er wel. Die tentoonstelling ging door naar Frankrijk en dan krijgen we de lange adem van Napoleon. In Frankrijk zien we hier Moi, Auguste, empereur du Rome. Augustus in het midden van een universum, maar ook in een stad. Een hoofdstad van een stad die sinds Napoleon culturele hoofdstad toch was geworden. Het imago was ongeschonden gebleven nadat Napoleon verloren had. En daarbij konden zij bogen op een geschiedenis onderdeel te zijn geweest van het Romeinse Rijk. En dat werd natuurlijk enorm uitgevent. Want die tentoonstelling ging daarna door naar Berlijn. Dus er waren ook Duitse archeologen en Duitse geschiedenissen bij geïnvolveerd. En wat
Parijs liet zien was een hele andere tentoonstelling met een enorme grote zaal waarin er even fijntjes werd gezegd dat Frankrijk onderdeel was geweest van dat grote Romeinse Rijk, inmiddels dus ook heel lang een soort basis voor beschavingsideologie, terwijl dat arme Duitsland, ja, die hadden weliswaar de Romeinen niet zo ver laten komen, maar waren natuurlijk ook toch altijd de barbaren gebleven. En in wezen ook de losers, omdat ze geen onderdeel uitgemaakt hadden van die grote Romeinse beschaving. Nou, wat daar gebeurt is dat Parijs in de 19e eeuw die culturele hoofdstad is gebleven. Dat daarna vervolgens ook nog vele oorlogen hebben plaatsgehad. Aan het eind Frans-Duitse burgeroorlog aan het eind van de 19e eeuw. Er heeft altijd een hele spanning gestaan op de bilaterale situatie tussen Duitsland en Frankrijk, ook in de Europese Unie. En je zou kunnen zeggen dat voor het eerst nu, met de Russische inval in Oekraïne, hier een breuk is ontstaan, nu Europa zich voor het eerst unaniem als eenheid profileert. Ja, maar die spanningen tussen Italië en Duitsland zie je dus ook altijd in het culturele vlak terug. Tot slot, die competitie is dus iets wat eigenlijk min of meer vorm heeft gekregen door propaganda met verwijzingen naar de oudheid. En je ziet dus ook dat het effect daarvan vaak onvermoed is. Dat heel veel wat wij zien in de straat verwijst naar de oudheid zonder dat wij ons bewust zijn van de directe relatie met de grote dictaturen die daar vorm aan hebben gegeven. Dank. Er zal zo nog gelegenheid zijn om vragen te stellen. We gaan eerst nog een panelgesprek voeren. En ik zie daar één vinger die meteen op. Is dat een hele dringende? Ja, ik toch wel even. Ik denk dat je het woord paus eigenlijk niet moet gebruiken, maar gewoon pontifex maximus. Dus hoofdpriester, want daar gaat het uiteindelijk om. We hebben Caesar, die was al jong, pontifex maximus. Deze augustus ook, later. Hoofdpriester, daar gaat het om. Natuurlijk wilde Hitler dat ook worden. En dat zou hij ook geworden zijn als hij de oorlog had gewonnen. Dan was hij hoofd van SS enzovoort. Dan zou het zijn eigen staat krijgen, Vaticaanstad. En de reden dat Augustus zoveel in beeld is, beelden van gemaakt zijn, en Caesar eigenlijk niet, is omdat Caesar die is vermoord en kon die cult niet meer vestigen. Maar Augustus heeft enorm veel tempels gebouwd. En ook die beelden, Pax Romana enzovoort, wat eruit voortkwam. Dus ik denk dat met de Franse Revolutie was het zo dat die man wilde eigenlijk zelf keizer worden. Dus Napoleon. Hij was eigenlijk een kind van de Franse Revolutie. Maar zelf was hij katholiek. En als je nu komt bij zijn graf, dan zie je een enorm groot kruis op zijn graf. Dan denk je, hij heeft die stand afgeschaft. Hoe kan dat nou? Dat er zo'n enorm kruis op dat graf is. Hij heeft natuurlijk een deal gesloten met de katholieke kerk. Dat is de reden. Dus eigenlijk gaat het allemaal om het woorden van Pontifex Maximus. Misschien ook aardig om dan te bedenken dat propaganda als woord natuurlijk ook van de propaganda fide komt. Maar ik zou zeggen, laten we nu toch maar aan het panelgesprek beginnen. Want de tijd tikt wel gewoon door. Dus ik vraag aan Mirjam om te zitten. En Lodien de Gelder, museumarcheoloog en conservator van de archeologische collecties van de oudheid, Griekse oudheid en het nabije oosten van het Allard Pierson, die voedsel. Jullie hebben dus gehoord dat we inderdaad wel begonnen zijn met heel duidelijk dat verband tussen oudheid en fascistische bewegingen of totalitaire bewegingen. Mirjam heeft in zekere zin al de grens verlegd door ook het Napoleontische erbij te halen. En
Ik zou er zelf nog een klein schepje aan toe willen voegen. Die verwijzingen naar de Griekse oudheid en Romeinse oudheid, juist in imperiale context, zijn zeer vertrouwd ook voor wie zich met het Britse imperium heeft beziggehouden. En Hitler was natuurlijk voor een groot deel ook onder de indruk van juist die British Empire en hoe zij met name in India, dat is voor Hitler zijn expansie naar het oosten toe, is juist het Britse imperium in India een voorbeeld. Binnen Groot-Brittannië is er veel discussie over, willen we nou juist dat Romeinse model volgen of dat Griekse model? In eerste instantie is men juist meer op dat Romeinse gericht. Maar gaandeweg ook met die idee over de Commonwealth komt juist die neiging om dat Griekse model te omarmen. Nou is een beetje de vraag inderdaad van die oudheid, it's in the eye of the beholder. Hè? We zijn constant bezig, niet alleen vanuit een fascistisch perspectief, maar ook allerlei andere politieke contexten wordt die oudheid op een bepaalde manier geïnterpreteerd, ingevuld. Dus die Griekse oudheid wordt dan gezien als een meer democratische oudheid in een zekere zin. En van alles, allerlei waardes worden dus op die Griekse en Romeinse oudheid geprojecteerd. Aan jullie de vraag dus, hoe zien we dat dus eigenlijk doorwerken? We hebben het voorbeeld gehad van Napoleon, Groot-Brittannië, die daar in schippert. Dit is een heel complex verhaal om eventueel te vertellen in een museale context. Daar schuiven we nu langzaam in deze panelgesprek naartoe. De vraag is dat ook een taak die het museum op zich zou moeten nemen om deze gelaagdheid, deze verschillende interpretaties van de oudheid in een museale context voor een breder publiek inzichtelijk te maken? Of als dat zo is, op welke manier kan je dat doen zonder dat je bovendien te veel vertroebeling krijgt in eventueel die verschillende ideologische spectra waar we dan tegenaan lopen. Het democratische, dan wel het fascistische, het Griekse, dan wel het Romeinse. Het is een heel complex verhaal. Nou ja, als jullie het goed vinden, zal ik daar als eerste even op reageren. Ben ik goed te verstaan achterin ook? Oké, fijn. Ja, de reden eigenlijk dat we hier dit nagesprek hebben over de museale context is door Almar Seijnen, die helaas vanavond niet aanwezig is. Ik geef even een beetje voorgeschiedenis wat betreft deze avond. Almar Seijnen is historicus en gastconservator geweest van een tentoonstelling uit 2019, Design van het Derde Rijk in Den Bosch, wellicht aan u bekend. En die kwam enkele maanden geleden bij ons bedoel ik het Aller Pierson, aan met een concept voor een tentoonstelling over het gebruik en misbruik van de klassieken in het Derde Rijk. Dus zodoende is het gesprek opgevat over propaganda en dat sloot dan ook mooi aan bij deze week van de klassieken. Aller Pierson, een universiteitsinstelling waar ik denk zeker ruimte moet zijn voor dergelijke verhalen. We hebben net twee voordrachten gehoord van extreme vormen van propaganda en de oudheid. Maar het mogen duidelijk zijn dat archeologie politiek is. Onlosmakelijk verbonden met die politiek. En de voorbeelden die we net hebben gezien en de voorbeelden die Mirjam gaf waren eigenlijk tentoonstellingen, eendimensionele verhalen waarbij de oudheid wordt gebruikt zonder open einde. En ik denk dat we vandaag de dag de museale ruimte zeker kunnen gebruiken voor dit soort verhalen. Moet, want onze discipline, de discipline van archeologie in de oudheid is zo verbonden met die propaganda en die politieke dimensie. Maar dat moet niet een eendimensioneel verhaal zijn. Dat moet niet een verhaal met een uitroepteken zijn, maar dat moet een verhaal zijn met een vraagteken. En er moet ruimte zijn voor discussie. Maar ik denk zeker dat de museale ruimte hiervoor geschikt is. Het museum is toch een van de weinige publieke instellingen waar die flexibel zou moeten zijn en waar juist dit soort discussies gevoerd zouden moeten worden. Dus dat is een beetje een voorgeschiedenis van waarom we hier zitten en waarom we nu doorgaan over hoe we dit soort complexe geschiedenis ook aan een breder publiek kenbaar moeten maken. Om dan eventjes het nog wat complexer te maken.
Sommige van ons zijn hier in de zaal zijn misschien ook vertrouwd met de discussies die nu spelen rondom de voorheen etnografische musea, die zichzelf aan het heruitvinden zijn als musea van wereldculturen. Omdat dat etnografische, nou ja, als etnografie als discipline zo nauw verweven is, ook met het kolonialisme en imperialisme met name ook wel. En in het herbedenken, heruitvinden eigenlijk wat de missie van zo'n museum is, wordt gezocht naar. Ja, een andere formule voor hoe je met die collecties om kan gaan. Hoe je juist die etnografische collecties kunt gebruiken om te laten zien hoe het denken in termen van ras bijvoorbeeld ontwikkeld is. Of, nou, het is even de vraag of iets dergelijks ook met musea van oudheden gaande is. Van nu wij de klassieke oudheid misschien wat minder centraal stellen in de culturele kanon, of ook ter discussie stellen wat eigenlijk die oudheid nog in een huidige multiculturele samenleving nou eigenlijk precies nog voor betekenis moet hebben in de samenleving. Zouden dus ook die musea misschien met die klassieke collecties zichzelf misschien moeten heruitvinden? Van ja, wat zijn we eigenlijk voor instelling? Wat moeten we met die collecties van oudheden? Wat voor verhaal moeten we daar nog wel bij vertellen? En hoezeer zijn wij als musea ook onderdeel van die politiek geweest? In het kader van identiteitsvorming, nationaal, regionaal, provinciaal. Daar ben ik benieuwd naar wat jullie daarover denken. Zal ik starten weer? Ik kan daar wel iets over zeggen. Museum van oudheden is wel echt iets anders dan musea, dan archeologische musea. Problematiek is op metaniveau vergelijkbaar. Maar hun respectievelijke geschiedenissen zijn echt anders. Maar je zou het een beetje. Wij weten in Nederland allemaal wat het is, wat verzuiling doet met een land. Als je naar de wetenschap kijkt, kun je daar eigenlijk ook een soort verzuiling zien. Er is het hele sterke disciplinaire denken. He, waarbij de etnografie echt die zuil was en de archeologie die. Feitelijk hebben ze heel veel met elkaar te maken. Maar in de musea zie je dat het verschillende musea zijn, verschillende disciplines. En zolang die disciplines niet met elkaar samenwerken, is het moeilijk om nieuwe vragen te stellen. Want zolang archeologen worden aangenomen omdat ze nu eenmaal heel veel weten van een specifieke periode, is het best lastig om iets te vertellen over de receptie daarvan, specialisme. He, dus dat vergt samenwerking. Nou, er zijn hele goede voorbeelden in Duitsland, in Engeland met name, ook in Italië ook, waar dus musea met historici aan de slag gaan, met cultuurhistorici. En je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een grote tentoonstelling over Babylon na de Amerikaanse invasie in Irak. Dat is hartstikke politiek natuurlijk weer. Babylon in het British Museum. Maar het eindigde wel met hoe Saddam Hussein het oude Babylon heeft gebruikt in zijn narratief om aan de macht te komen. Ook zo'n beetje bij elkaar gerommeld. De loop der tijd kreeg steeds meer structuur. En op een gegeven moment werd het echt een hele duidelijke ideologie. In Duitsland is ook het klassieke verleden is natuurlijk veel problematischer dan het Napoleontische verleden in verband met die totale vernietigingsgedachte en ook werkelijkheid die zich daar heeft. Hè, dus dat heeft langer geduurd. Die kruipen inmiddels ook al decennia door het stof met tentoonstellingen over het klassieke ideaal der werkelijkheid. Hè, die denken daarover na wat het betekent. Heb je weer historici, klassici nodig, schrijvers, filmmakers, fotografen, eigenlijk alle makers van de objecten die jij liet zien. Ja, die moet je eigenlijk dan ook weer laten spreken en hun ambachtslieden. Dus het vereist wat interdisciplinariteit. Het punt waar we ook rekening mee moeten houden is natuurlijk dat die musea buiten de landen zelf tot stand zijn gekomen, natuurlijk door het verzamelen van objecten die niet uit die landen komen. En zonder nou meteen te roepen dat elk object illegaal in die musea terechtgekomen is, dat zou overdreven zijn, dat zou helemaal niet juist zijn, moeten we daar wel rekening mee houden dat dat ook een vorm is geweest van een soort imperialisme. Zeker als we aan de totstandkoming van collecties in de vroege 19e eeuw en ook wel zelfs trouwens wel daarna nog komen van hoe die objecten zijn door een soort ontdekkingsreizigers gedaan. Die konden alles zomaar meenemen of dachten alles maar mee te kunnen nemen. Daar is interessant dat Olympia bijvoorbeeld een van de eerste
Sciences, waar een museum ter plekke is gebouwd, ook op kosten overigens van de opgravers, omdat dat gestipuleerd was door de Griekse staat. Dat is buitengewoon interessant dat dat daar dus bewust gebeurd is. Terwijl we dus voorbeeld hebben, en ik hoef het niet over de Elgin-marbles te hebben, maar ook bij echte opgravingen, de verdeling van objecten, zoals dat bijvoorbeeld in de Duitse opgraving in de late 19e eeuw in Klein-Azië is gebeurd. Denk aan Pergamon, Priene, Milete. De helft mocht naar Duitsland en ze kozen wel het beste uit toen. Daar is Duitsland zichzelf zeer bewust van. De kwestie over de Nefertitekop uit die 1912 was opgegraven in een atelier met 5 andere Nefertitekoppen. Ze hebben de ene mooie meegenomen, de andere konden in Cairo blijven. Dus je kunt zeggen, formeel is er vaak ook voldaan. En daar moet je natuurlijk nu als museummensen en als tentoonstellingsmakers ook rekening mee houden. Dat sluit aan, denk ik, bij wat je net gezegd hebt. Ja. Zonder het meteen allemaal zwart te maken, maar wel dat we ons minstens bewust zijn ervan. Kunsthandel in de huidige tijd is weer een ander probleem overigens. Maar goed, dat laat ik dan nu maar even buiten beschouwing. Misschien wil ik nog iets toevoegen aan deze discussie. Ik denk dat propaganda ook gradaties kent. Nou, zoals ik net al zei, de voorbeelden die we eerder hoorden was van extreem rechts. Maar eigenlijk wat wij nu doen in musea met archeologische collecties is die aansluiting zoeken bij onderwerpen die spelen in de huidige maatschappij en die projecteren op die objecten uit de oudheid. Dus je zou kunnen zeggen dat dat ook een vorm van propaganda is om die aansluiting te vinden bij de samenleving. Het zij wat meer wellicht op het linkse spectrum van de politieke agenda. Maar dan heb ik het bijvoorbeeld over de positie van de vrouw. Hoe die in de oudheid was. Onderwerpen als slavernij. De diversiteit van de oudheid. Hè, dat we dat nu heel belangrijk vinden. Zowel in het Rijksmuseum van Oudheden als wat wij doen hier in het Allard Pierson. Die diversiteit van culturen en het overbrengen van ideeën en de uitwisseling van objecten. Dat we dat soort onderwerpen centraal zetten. Dat is ook weer een toe-eigening van die oudheid om onze eigen propagandapolitiek te voeren. Om die collecties te valoriseren. Ja. Heel eerlijk wat jij nu zegt. En soms ook wel zorgelijk. Want zowel met het woord valoriseren als propaganda en politiek hier 3 keer geef je eigenlijk aan daarmee toch ook mee te doen in wat veel musea doen. Overheidsfinancieringen worden vaak volgens bepaalde criteria die aansluiten op beleid vormgegeven, ook fondsen doen daaraan mee. Dat is natuurlijk allemaal prachtig, want dat mag. Maar de archeologie en het onderzoek in de archeologie is niet stilgestaan. We zijn niet nog steeds bezig met Olympia aan het opgraven. Het onderzoek naar diversiteit, naar Egyptenaren in Rome, naar slavernij onder Romeins kolonialisme. Ik bedoel, al die onderwerpen zijn al decennia aan bod. Ook onderzoek naar gender, seksualiteit, rechteloosheid. Dus het hoeft niet van de politieke agenda te komen om het er toch over te hebben. Dus ik vraag me af hoe jullie daar dan, welke discussie daar dan over gevoerd wordt. Nou ja, ik denk propaganda. Dat woord alleen al heeft zo'n negatieve connotatie. Daarom zeg ik ook, ik denk dat het gradaties kent. De discussie die wij intern voeren is niet van, inderdaad niet van oké, welke, wat staat op onze agenda? We moeten even een aantal concepten aftikken zodat we subsidie krijgen. Want het sluit inderdaad aan bij wat er nu gebeurt in de wetenschap en de wetenschapsgeschiedenis. Maar wat ik wel belangrijk vind en wat ik ook hiermee bedoel te zeggen is dat je als instelling, publieke instelling, transparant moet zijn over hoe je die oudheid gebruikt. Ja. En nu gebruiken we die op die manier en dat heeft te maken inderdaad met de tendens in de wetenschap en de huidige samenleving. Maar die transparantie is belangrijk
om ook die extreme uit het verleden, nou ja, niet te voorkomen, maar ja, om daar een ander daglicht op te werpen. Ja, eigenlijk een soort van reflexiviteit bij te brengen. Dat in alle omstandigheden zouden we ons van bewust moeten zijn dat we nooit de oudheid in zijn totaliteit zien, maar constant erin zien wat we er ook zelf in zekere zin in zoeken. Je bent ook niet neutraal als museum. Dus het publiek, veelal komt dan naar het museum om een verhaal te horen en dat wordt als waarheid aangezien. Maar ook dat is een subjectief verhaal. We zijn niet neutraal. Dus daarom vind ik die transparantie en die stappen die je als academicus of als conservator maakt, of de verschillende argumentatie om die oudheid te presenteren, want wij hebben geen patent op de oudheid als archeologen, die stappen die je neemt, die moet je helder maken. En dat zorgt voor een betere dialoog, hoop ik. Ik moet een beetje denken aan de Europese Unie die nu met de European Heritage Label een aantal, nou ja, een soort van pendant voor de World Heritage Sites plekken aanwijst die betekenisvol zijn voor de Europese integratie. De geschiedenis van ook de Europese cultuur wordt een beetje gepretendeerd. En daar zit dan natuurlijk ook Athene bij als cradle of democracy. Maar het is natuurlijk ook bedenkelijk dat wanneer je dit soort sites zo gaat aanwijzen en ook in een heel specifiek narratief van wat Europa zou zijn. Je reduceert dan Athene tot inderdaad alleen maar een symbool van democratie, terwijl het een veel complexere geschiedenis is. Dus dat is weer een voorbeeld van, het is politiek gebruik van de oudheid voor een als je wilt, een goed bedoelde, bindende verhaal. Maar het confronteert dan een museum eventueel met de opgave om dan tegenover een wat simplistisch verhaal over Athene als hart van de democratie, een wat genuanceerdere representatie van die Griekse oudheid, met al die verschillende fases ook in die oudheid. En nou ja, dat lijkt me inderdaad soms wel een opgave. Maar musea staan er misschien ook niet alleen in. Er zijn natuurlijk heel veel andere manieren waarop een breder publiek tot die oudheid, met die oudheid kennis maakt. Ik weet niet of dat dit ook iets is wat musea aan het verder verkennen zijn van hoe door middel van toch veel online kanalen. Ik weet dat jullie ook met archeospots en dergelijke werken. Dus er zijn meer wegen naar Rome. Ja, dit is nu een beetje flauw om het zo te zeggen. Maar is dat ook iets wat jullie aan het verkennen zijn? Van hoe kun je die oudheid ook op verrassende plekken, ook in de stad zelf. Hè? Het museum is ook niet binnen die vier muren misschien, maar ook buiten de vier muren van het museum mensen bewust maken. Nou, is er in Amsterdam helaas niet veel oudheid, maar wel plekken in Utrecht. Heeft natuurlijk Utrecht in de jaren 90 heel veel gedaan om die limes naar de in Maastricht heb je natuurlijk ook heeft men zich ingespannen om die Romeinse oudheid. Het doet een beetje aan het Trojaanse verhaal wat jij zei, van de cachet geven aan een stad door. Maar misschien kan dat ook op een andere manier gebruikt worden. De oudheid is overal. De 17e eeuwse Amsterdam heeft veel teruggegrepen op de oudheid. Dus nee, en ik denk juist een instelling als het Allard Pierson in Amsterdam, als universiteitsinstelling met van die bijzondere wetenschappers waar we voortdurend mee werken, is een plek inderdaad om die oudheid en de publieksprogrammering buiten de museummuren te trekken. Maak het nog moeilijker. Wat nog een complicerende factor kan zijn, is dat de landen waar we mee te maken hebben zelf dus ook een omgang met dat verleden hebben. En die omgang met dat verleden verandert ook. Ik vind het voorbeeld van de Atheense democratie heel mooi, want Griekenland heeft die Acropolis altijd alleen maar verheven tot het allerhoogste. Er zijn ook wel andere dingen over te zeggen. Maar meer in het algemeen, het is natuurlijk dat zelfs bijna nationaal er belangen kunnen bestaan om bijvoorbeeld een periode of een cultuur, als we die term kunnen gebruiken, in zo'n land te positioneren. Ik noemde straks al Grieken die onder de fascisten niet belangrijk werden gevonden in Zuid-Italië. Dat kan ook andersom worden gedraaid. Of je kunt zeggen, wat is de positie van Etrusken? De discussie over hun herkomst of over dit. Of bijvoorbeeld wat in Turkije wel gebeurd is met Troje bijvoorbeeld, om dat te zien als de oorsprong van de moderne Turken. Die pas vanaf de 13e eeuw in Turkije komen. Ja, nee, maar dat zijn dan een soort voorouders. Het gaat bijna even akelig denken aan die
Nordische rassen en de verbinding met de Grieken. Dus je kunt, nogmaals, dat is misschien wel een heel akelig voorbeeld, maar je kunt dus wel, daar moet je ook rekening mee houden, zowel in onderzoek en in onderwijs en ook in, als je een tentoonstelling maakt met een partner uit zo'n land, dat je ook hun agenda minstens in ieder geval in de gaten houdt. Ik wou nu gelegenheid geven aan de zaal om vragen te stellen. We hebben nog gelukkig tijd voor een discussie met de zaal. Zijn er vragen? Dat is een helder verhaal. Ja. En als u erbij kunt zeggen, eventueel of u van een specifieke spreker dat antwoord wil krijgen, dan. Nou, ik ben eigenlijk hier heel spontaan naartoe gekomen, want ik was bij het Alapiers een uurtje geleden en toen vertelden ze dat ik er was. Ik ben Barbara de Jong en ik ben in leren Spaans geweest. En Spanje is natuurlijk nog weer een ander verhaal. Het heeft die Fascis overgenomen. Fascis, zegt u. Dat leer ik dan nieuw. Maar ik kom oorspronkelijk van een dorp. En ik heb dus ook geen gymnasium. En de functie van de musea voor mij is eigenlijk gewoon toch altijd geweest die hele wereld openleggen. En ik wil eigenlijk vragen, willen jullie dat ook niet vergeten? Dat er heel veel mensen zijn die gewoon geen gymnasium hebben. Dus die gewoon komen naar de musea, zoals ik hier naar Amsterdam gekomen ben, op alles nog te leren. Begrijpen we? Ja. Ja. Nee, daar maakt u een heel goed punt. En ik hoop ook niet de indruk gewekt te hebben dat we alleen de politieke geschiedenis van onze discipline willen gaan tonen in het museum. U kunt ook nog zeker naar het museum komen om alleen te genieten van de mooie objecten of een verhaal te horen over de oudheid aan de hand van objecten. Tegelijkertijd stipt u ook wel een belangrijk punt aan en dat is dat we er constant mee bezig zijn om die drempel om naar het museum te komen en die verhalen tot u te nemen, dat we daarmee bezig zijn om die altijd zo laag mogelijk te houden. En dat is naast de politieke strijd die we hebben met de discipline altijd een belangrijk punt en een strijd voor ons. Maar een heel goed punt. Heel simpel, kan je het zeggen dat het, men komt om iets te leren, maar niet om een lesje te leren. Ja, denk ik wel. Denk ik wel. Ik vind dat wel een mooie gedachte. Ja, opvatting. Ik ben natuurlijk vanuit de literatuurhoek. U hoort bij de receptie, begrijp ik. Het is nieuw voor me, receptie in archeologie. Dat was eigenlijk mijn oorspronkelijke vraag waarmee ik hier naartoe kwam. Hoe is dit alles, is er onderzoek gedaan naar de receptie van al deze monumenten in de landen zelf? In Italië dan met name bijvoorbeeld, omdat dat het dichtst bij mij ligt, bij Spanje. Is daar receptieonderzoek gedaan bij de mensen? Ergens begint de oudheid zelf al, dat men reflecteert op het verleden en op hoe men daarmee om moet gaan. Dus dat is op zich niet iets nieuws. Misschien is die term receptiestudies, maar er zijn ook even andere woorden voor. Lijkt dan wat nieuws te impliceren. Maar nee, het is op zich wel zo dat je al dat ook overal wel gelukkig wordt nagedacht over hoe je omgaat met het verleden. Spanje is daar zelf ook een goed voorbeeld van, want die hebben daar natuurlijk ook een goede traditie met een hele lange traditie van onderzoek op het gebied van de archeologie. Maar dit is ook gebruikt onder het Franco-regime. En daar probeert men nu ook weer op een andere manier op te reflecteren. Dus het is zeker wel zo dat in allerlei landen je dat kunt zien. Het voorbeeld van Frankrijk was ook prachtig om te laten zien dat er een ander soort continuïteit is. Een soort imperiale continuïteit. Dus u noemt een goed punt. Ja, dus eigenlijk wel algemeen wordt er overal wel over nagedacht. En kijk, de ene keer zal er wat meer mee gebeuren dan andere keren. Maar men weet wel dat die spullen niet zomaar meer spulletjes zijn, zeg maar. Of mooie dingen of lelijke dingen zijn. Ja. Ik vind het een heel mooi punt wat u aanstipt.
En wat misschien ook wel leuk is, dat zag je ook wel in die dia van het mausoleum in Vogelvlucht, wat Erik Moorman liet zien. Dat er is heel veel onderzoek gedaan. En er is heel veel verschenen, eerst ook in het Italiaans en later werd het wat internationaler ook. Was er ook internationaal meer belangstelling voor. Maar iets anders is vervolgens hoe die monumenten worden gerestaureerd en bewaard voor de toekomst. In het geval van mausoleum eindeloos, ja, werd een soort pissteeg. Het was een ruïne en het was niks. Het was er zaten drugsverslaafden, moest je gewoon niet wezen 's avonds. En op een gegeven moment werd het opgeknapt, maar ook weer niet helemaal. En nu zijn er overal bordjes gekomen waarin die teksten dus weer tevoorschijn zijn gehaald. En nu zijn ze dus met een hele grootschalige restauratie. Dus ook weer conjunctuurgevoelig. En tegelijkertijd zo politiek beladen dat die conjunctuur dan ook, ja, ook wel weer interessant is om te zien hoe dat werkt. En nou, het gevoelige van dit soort zaken zie je daar ook wel heel erg in terug. Ja, ik moet denken aan wel het feit van, ja, dat nu kan, heeft natuurlijk ook te maken met de discussie die er geweest is. Nou, zoals die zuil, die Mussolini-doekzuil, waarvan het heel erg de vraag was of die doeks weer zichtbaar moest worden gemaakt of niet. En daar was toen best wel een politieke rel over. Of dat, en ja, het politieke klimaat in Italië is nu zo dat je weer, ja, het is weer, ik zal niet zeggen salonveeg, maar in sommige kringen mag je weer zeggen dat fascistisch erfgoed belangrijk is om te bewaren. En dat was, nou ja, 40 jaar geleden ondenkbaar dat het op die manier publiekelijk zo zou worden besproken. En nou ja, de vraag is inderdaad of dat niet juist ook wel weer de mogelijkheid geeft om te doen waar jij voor pleit, van maak zichtbaar de manier waarop oudheid politiek gebruikt is. Dat is het gevaar is eventueel dat even, ja, uit het bewustzijn verdwijnt, omdat die politieke spectra niet meer zo eenduidig links-rechts zijn zoals dat 50 jaar geleden was. En dus ook die hele discussie van hoe oudheid en eventuele fascistische ideologieën met elkaar verbonden zijn. Die koppeling wordt misschien steeds minder evident voor een jongere generatie, waardoor ze vergeten wat die instrumentalisering is geweest. Zijn er andere? Ja, ik zie nog een vinger in de verte. Althans, ver voor mij. Maar... Dankjewel. Dank jullie wel voor jullie mooie bijdrage. Mijn opmerking sluit een beetje aan bij wat jij net zegt, Tamara. Is een maatschappij, is een gemeenschap klaar voor die receptie? Daar hebben we het ook met Almar Seijn wel eens over gehad. De tentoonstelling over de design uit het Derde Rijk die in Nederland is geweest. Zou die tentoonstelling ook bijvoorbeeld in Duitsland mogelijk zijn geweest of in Italië? Met andere woorden, is de propaganda waar jullie het over hebben, is het mogelijk om dat in deze maatschappij in een tentoonstelling te vervatten of weer te geven? Kunnen we dat doen of moeten we zeggen dat kan bijvoorbeeld wel in Nederland, maar kan nog niet in Duitsland of kan nog niet in Italië of juist wel? We hebben die discussie ook gehad naar aanleiding van de Troje-tentoonstelling die we daar te zien krijgen in Turkije. Hoe kijkt het panel daar tegenaan? Ik moet wel meteen denken aan, ik zou zeggen, in Nederland kan het juist nu wel, omdat we ook zien hoe partijen nu van de oudheid gebruik maken. Hè, de uil van Minerva die door iemand aangehaald is. En ook in de symboliek van dezelfde partij waar het om gaat, die oudheid in zekere zin wordt toegeëigend en op een bepaalde manier geïnterpreteerd. En dat is ook wel in andere landen gaande volgens mij. Het is weer een andere gebruik van bepaalde klassieke. Maar zoals ik al zei, ook binnen de Europese Unie, hè, die hele discussie van moet Europa weer zo georiënteerd zijn op die klassieke oudheid? Hoezeer is Europa een christelijk Europa? Hoezeer is het een Grieks-Romeins Europa? En dat wordt ook weer, dat speelt ook wel nu heel erg, denk ik, in de discussies over. Dus ja, aan de ene kant is er een desensitizing, zou je kunnen zeggen. Omdat het is niet meer die rechts-links tegenstelling in Duitsland en in Italië, die polarisering van toen. Maar ik denk dat er nu een andere soort van polarisering in de samenleving die daaraan grenst. Waardoor denk ik ook, ja, ik merk een grote politisering bij jongeren, zeker bij studenten aan wie ik lesgeef. Die zijn meer dan ooit, of zeker meer dan 10 jaar geleden,
sensitief voor de manier waarop cultuur voor een politiek belang wordt ingezet. Dus maar ik ben benieuwd wat de rest daarvan denkt. Nou ja, ik sluit aan bij je laatste opmerking. Als je de studenten archeologie of oudheidkunde nu, die nemen die discipline niet meer aan voor slechts een geschiedenis. Daar moet iets mee gedaan worden. Dat moet die moeilijke politieke verwikkelingen, die moeten expliciet gemaakt worden. Er moeten nieuwe, niet-mannelijke, witte, hoogopgeleide perspectieven komen op die oudheid. Daar wordt om gevraagd. Dus bij die nieuwe generaties, ja, zeg ik. Maar ik weet niet hoe dat in brede zin zal landen. Het is jammer dat Omar zijn er niet is. Nee, ja, klopt. Hij zit in mijn keer zegt, zo'n tentoonstelling over het design in Den Bosch, die zou in Duitsland absoluut niet mogelijk zijn. Klopt. Nee, dat klopt. Dat is mijn mening. Geloof ik ook niet. Er zijn ook wel degelijk tentoonstellingen in Duitsland geweest die deze problematiek adresseren. Ik noemde net inderdaad heel kort even dat Ideal oder Wirklichkeit. Dat was echt een heel goed voorbeeld daarvan. Maar ook Das große Spiel, waarin dat hadden ze op zich ook wel handig en groots gedaan door het hele Europese veld van imperialisme eerst te laten zien en daarna de specifiek Duitse rol daarin. Maar niets werd gespaard en zij zelf ook niet. En dat was echt groots. De ontwikkelingen sindsdien zijn weer anders. Ook nu is het soms best lastig om wat met Augustus is gebeurd zou misschien nu ook weer problematischer zijn. Sommige regeringen verrechtsen. Dat heeft allemaal invloed. En in grote musea waar altijd dit soort tijdelijke tentoonstellingen met archeologie echt heel erg geroemd worden, daar zie je nu bijna een tendens naar een grote tentoonstelling over Dante of over Marcel Proust en over literatuur, een beetje weg van de hele gevaarlijke onderwerpen. Tegelijkertijd vind ik ook gewoon dat we iets moeten gaan doen. Anders blijven we hier, zitten we hier over 5 jaar nog steeds te praten over dit soort onderwerpen. Kunnen we dit wel of niet aansnijden? Je ziet het bijvoorbeeld bij zo'n programma, het verhaal van Nederland nu. Hè? Er komt heel veel kritiek op, lovende, maar ook vanuit de academische hoek hoor ik. Het is historisch incorrect. En het is een bepaalde manier van het framen van onze eigen geschiedenis. Maar het wordt wel gedaan. En ik denk dat de manier voorwaarts is. Wetenschappelijk. Ja, ik zal het even herhalen. We hebben het over wetenschap. Dan kan je dus alles behandelen. Niks uitgezonderd eigenlijk. En ik denk problematiek krijg je pas op het moment dat een land aristocratisch wordt. Want wat is dat fascisme eigenlijk? Ja, dat is aristocratie aangevuld met nationalisme. Dat is het eigenlijk. Het is nationaal socialisme. Ja, het socialisme is verdwenen, maar het was dus nationaal. Maar dus ik denk, fascisme moet je inderdaad aristocratie, Romeinse Rijk, erg aristocratisch en nationalistisch. Maar wij zijn dat niet. Duitsland is dat nu ook niet. Dus het kan je toch allemaal, alles kan je behandelen? Ja. Ja, dat denk ik. Gewoon doen. Ja, en ik geloof inderdaad dat juist Duitsland het een van de beste voorbeelden is van hun vergewaltiging der vergangenheid, hoe ze daarmee omgaan. En zeer bewonderenswaardig vaak. Ik heb net nog een tentoonstelling gezien over de kunstenaars die in het Derde Rijk actief waren, die voor een groot deel ook na de oorlog al dan niet met een perzielshine verder konden gaan. Dat was een zeer kritische tentoonstelling. En er werd niemand gespaard, ook niet. Dus ook niet de eventuele subsidiegevers of de steden of het land. Denk aan het feit dat Arno Breker een staatsportret van Adenauer gemaakt heeft. In 1952 of 1953. Dat zou je zeggen, dat lijkt zo absurd dat dat kan gebeuren.
het is wel gebeurd. Ik wil zeggen, dat wordt ook geproblematiseerd. En dat gebeurt in ons vak ook. En daar noem ik dat is dan tot nu toe meer in de literatuur. Dat kun je misschien ook moeilijk visualiseren. Ik heb een paar keer gesproken over het Duitse Archeologisch Instituut. Dat is een van de grootste instellingen ter wereld op het gebied van onderzoek in de archeologie. Dat valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is ooit begonnen als een propagandamiddel van het Nieuwe Rijk in 1870... Daar wordt ook gereflecteerd over de manier waarop men moet omgaan met het vak. Om te beginnen moet men alleen nog klassieke archeologie, want daar was het ooit voor begonnen, Grieks-Romeins. Nee, allang niet meer. Die zijn ook global gegaan, zoals het tegenwoordig heet. Toen ook Zuid-Amerika, kolonialisering, werken in Namibië. Nou, dat is voor Duitsland ook een heel pijnlijke periode. Dus daar gebeurt heel veel. En dat uitzicht nu vooral ook in publicaties, ook in evaluatie van de omgang met het verleden, zoals die in het verleden en tot op heden heeft plaatsgevonden. Dus daar heb ik alle vertrouwen in dat dat goed gaat. Ja, ik denk dat we nu inderdaad helaas moeten afronden. Maar ik geloof dat in ieder geval wel voor iedereen duidelijk is dat dit nog volop in beweging is. Een zoektocht eigenlijk naar hoe we verder gaan met die oudheid. Terugkijken naar hoe daar in het verleden mee omgegaan is. Maar ook vooruitkijkend naar hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan. Wat we daar voor verhalen over willen vertellen. Ook aan een jongere generatie die dan weer vanuit een heel andere wereld daarnaar gaat kijken. En het wordt de opgave van musea, van wetenschappers, onderzoekers, maar ook van publiek en andere instellingen. Televisie werd ook al genoemd. Allerlei andere kanalen die allemaal meebewegen in onze en meevormen, onze beeldvorming van die oudheid. Wij hopen dat we jullie een prikkelende avond hebben geboden. Dat jullie met veel vragen en gedachten verder gaan. Verder nadenken over de oudheid. Ik dank de sprekers, alle drie, voor de bijdrages en de extra bijdrage van Erik. Het dubbele werk wat hij heeft afgeleverd voor deze avond. We hopen dat jullie met voldoening naar huis mogen keren. Fijne avond. APPLAUS